Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Ten eerste even een mededeling van huishoudelijke aard. Normaal is het mijn collega Van Dijk die dit debat gedaan zou hebben. Maar wegens zeer dringende privéomstandigheden was hij daartoe niet in staat. En onze gedachten zijn bij hem en zijn familie. Daarna, voorzitter, ik sta hier wel namens de PVV om deze algemene financiële beschouwingen te doen. En ik zou eigenlijk willen beginnen met een felicitatie aan het kabinet Samson 1 met liberaal aanhangsel. En ik moet u zeggen dat in een eerdere geschiedenis VVD en PvdA samenwerkten, men noemde dat paars. Maar als u kunt zien, voorzitter, zowel aan mijn schoenen als mijn verdere outfit, echt paars staat hier. En ik moet u ook zeggen, die bril die ik nu op heb, dat is mijn oudste bril, die is uit 1997. In die tijd was er nog sprake van meneer Kok die ons dat kwartje afnam, dus paars. We zagen toen die ronkende puinhopen ontstaan, dus als ik door deze oude bril kijk, dan zie ik die puinhopen weer op ons afkomen met iets nieuws, namelijk Samson 1 met liberaal aanhangsel. Dus voorzitter, vandaar deze felicitaties. We hebben het hier over een begroting 2013, die wat mij betreft in ieder geval naar het Guinness Book of Records gaat, als de meest rondgepompte en aangepaste begroting aller tijden. En ik moet ook felicitaties geven aan de SP en aan de PVV zelf en aan de SGP en aan 55PLUS en aan de Partij voor de Dieren. Want dat zijn de enige partijen in dit huis, voorzitter, die niet in deze bedorven soep hebben zitten roeren die ons nu met z'n allen wordt geserveerd. Dus ik zou eigenlijk niet graag in de schoenen van die minister willen staan, want ik kan me voorstellen, voorzitter, dat hij niet meer achter dit wanproduct staat, wat we nog begroting durven noemen, en dat hij wel dadelijk nog moet verdedigen. Dus mijn vraag aan de minister zou in eerste instantie zijn, als we naar deze begroting 2013 kijken, met eerst het akkoord van het sloperschilde Kunduz en nu weer een akkoord van het kabinet Samson 1 met liberaal aanhangsel, is de minister dan nog bereid om deze begroting te verdedigen? Ik zou dat eigenlijk wel eens willen weten. Goed, dat eventjes ter inleiding, voorzitter. De eurocrisis die woekert voort en regeringsleiders blijven maar zakken met euro's op het vuur gooien in de hoop dat het vuur dan dooft, maar niets is minder waar. De probleemlanden willen hun schuldenberg versneld wegwerken door extra te bezuinigen, maar in wezen levert dat alleen lastenverzwaringen op. En daardoor krimpen die economieën van die landen alleen maar harder, met als gevolg meer werkloosheid, minder belastinginkomsten al daar, voor zover ze al belastingen innen, en dus een nog groter tekort en een nog hogere staatsschuld. Wij bevinden ons dus, als we naar die landen kijken, in een neergaande spiraal. En het wordt van kwaad tot erger, voorzitter. Die Griekse economie die krimpt, nu weer met 4%, en wel voor het zesde jaar op rij. En inmiddels is die hele economie voor een kwart verdampt. En de staatsschuld daar is hoger dan ooit, met 180% van het BBP. De enige echt lachende derde, voorzitter, is de financiële sector. Want zij kunnen ongelimiteerd hun giftige bezittingen op het bordje van de belastingbetalers dumpen. En onder druk van de financiële markten is zelfs de ECB in Frankfurt nu van plan om ongelimiteerd staatsobligaties op te kopen, met name van deze zuidelijke probleemlanden. Nou ja, eindelijk dan een koper voor deze rommelobligaties. Wall Street kan feest vieren en Henk en Ingrid mogen weer lappen. Dat de aanpak van de schuldencrisis verkeerd uitpakt, voorzitter, dat zien we dagelijks om ons heen. Zuid-Europa staat in brand met faillissementen en stakingen. In Griekenland wordt overigens inmiddels meer gestaakt dan gewerkt. En in Spanje, daar hebben ze tegenwoordig een impuls gegeven aan de rubberindustrie, want dan vliegen de rubberen kogeltje om de oren. En ook in Portugal is de geest weer uit de fles. De werkloosheid breekt daar het ene record na het andere. Inmiddels zijn zo'n 18 miljoen mensen in de eurozone volgens Eurostat werkloos. En Athene is een spookstad waar bijna de helft van de winkels gesloten zijn. Nog eventjes, en heel Griekenland is een spookland, en in Europa worden we een spookcontinent. De PVV-voorzitter heeft het al 2,5 jaar gezegd. Een onhoudbare schuld los je niet op met meer schulden en belastingverhogingen. Er zal massaal afgestempeld moeten worden. Daarnaast moeten die economieën gewoon weer concurrerend worden. Dat zal aan het einde de echte oplossing blijken te zijn. Niet alleen door daar lonen en pensioenen te verlagen, zoals nu gebeurt, maar door herinvoering van een eigen munt, waardoor middels devaluatie en een eigen verstandig rentebeleid die concurrentiekracht vanzelf zal toenemen. That's the only way out. Dus verlos ons alsjeblieft alsnog van die euro. Die euro wordt, als we hier aan vasthouden, onze ondergang. Maar, voorzitter, de regeringsleiders houden vast aan de Europese droom, die steeds meer op een nachtmerrie begint te lijken. De euro is voor hen geen betaalmiddel, maar een heilig doel op zich. Een doel dat alle middelen heiligt. Een heilig geloof waarmee uiteindelijk de federale Unie kan worden afgedwongen. The United States of Europe, in de woorden van meneer Verhofstadt, een collega van de heer Harbers. Maar ze vergeten dat ze hier met soevereine staten en met democratieën te maken hebben. Een land laat zich niet de wet voorschrijven.
Die Grieken, denk ik, eten nog liever droog brood dan dat ze naar die bekende pfeifen van vrouw Merkel moeten dansen. Dat is correct Duits. Het bezuinigingsvirus, voorzitter, is nu ook al overgeslagen naar Nederland. Het kabinet wil als het braafste jongetje van de Europese klas, koste wat het kost, voldoen aan het Brusselse dictaat van 3% tekort in 2013, daarbij geholpen in Nederland door het slopen schilder van Kunduz. Dat ze daarvoor de lasten met meer dan 10 miljard moeten verhogen en dus die economie kapot bezuinigen. Het CPB heeft al berekend dat ons dat minimaal 0,5% van ons BBP gaat kosten. Dat is blijkbaar niet zo belangrijk. En dat er 50.000 mensen in eerste instantie extra hun baan verliezen en die werkloosheid blijft doorstijgen tot boven het 500.000 in Nederland, dat is ook maar een bijzaak. Wederom, het doel, de heilige euro, heilig de middelen. Nou, voorzitter, de PVV werkt hier nog steeds niet aan mee. Alles wordt uit de kas gehaald. Aan de horizon worden de puinhopen langzaam zichtbaar. Een eigen risico dat wordt verhoogd met 110 euro naar 350 euro, zogenaamd om de zorg betaalbaar te houden. En een AOW-uitkering later uitbetalen, zogenaamd om langer doorwerken te bevorderen. Huren omhoog, zogenaamd om scheefwonen tegen te gaan. En een energiebelasting die we verhogen, zogenaamd om het verbruik te minderen. En de WW-duur wordt verkort, zogenaamd om participatie te bevorderen. En de hypotheekrenteaftrek die zien we aangetast worden, zogenaamd om die woningmarkt te stimuleren. Nou, voorzitter, wij laten ons niks wijsmaken door Rutte en zijn nieuw benoemde kaalplukteam. Ze staan alleen maar klaar om u te knippen en te scheren. En de burger mag van elke 100 euro die men verdient, grosso modo de helft inleveren. En als het dus aan de regering ligt, wordt dat meer en meer en meer en meer. Maar het ergste toch, voorzitter, is dat we een btw-verhoging hebben die eergisteren al is ingegaan. En hiervoor kon men geen excuus verzinnen. Deze maatregel is een ordinaire belastingverhoging. Gewoon omdat het kan, omdat het mag en omdat het van Brussel moet. 4 miljard even lekker, makkelijk, snel, hup, tjing, kassa, in die zak. Dat we door deze maatregel 330 euro minder te besteden hebben in 2014 per Nederlands huishouden, dat is blijkbaar ook niet belangrijk. Wilt u een huis kopen? Ja, die nieuwbouwwoning is wel zo'n 5000 euro'tjes duurder nu. Mooie stimulans voor die bouwsector. Wilt u een mooie middenklasse bestellen? Tja, die is wel even 700 euro'tjes in prijs gestegen. Hup, weer een paar autodealers naar de Filistijnen. Heeft u de verwarming al aangezet nu de zomer weer voorbij is? Denk daar even over na, want dankzij de regering betaalt u 160 euro per jaar extra. Tjing! En als klap op de vuurpijl, voorzitter, kan Nederland zich sinds gisteren aanmelden bij opnieuw het Guinness Book of Records. Ja, daar komt ie. Nederland heeft namelijk de hoogste brandstofprijs van heel Europa. De hoogste. We zitten rond de 1,90 euro voor een litertje euroloodvrij. Nou, wat betaalt men in Spanje, een van die roemruchte probleemlanden? 1,46 euro. Tjing, dat klinkt nog eens goed. Maar de Nederlandse automobilist die mag de hoofdprijs betalen, voorzitter. Zo is dat hier verdeeld in dit mooie Europa. Kijk, de PVV is als enige bereid om dat kwartje van kok terug te geven. En we verlagen ook nog eens die BTW van 19% naar 18%. Dat zou een geweldige impuls opleveren voor de economie. En dus bij de PVV zou zo'n litertje euroloodvrij 20 cent per liter goedkoper zijn geweest dan wij nu zien. Nou, voorzitter, dat nieuwe kabinet straks, Samson 1 met liberaal aanhangsel, die draaien dus blijkbaar deze btw-verhoging niet terug. Ze draaien hem niet terug. Maar dat was toch een verkiezingsbelofte, in ieder geval van de PvdA. Dus voor de bühne draait men nu de onzalige forensentax terug, maar vervangt deze door weer andere belastingen. Namelijk een drastische verhoging, ik heb dat als fiscalist nooit gezien, zo'n verhoging in één keer, van de assurantiebelasting. Ja, en daar is natuurlijk iedere Nederlander de dupe van. En wat lees ik dan, voorzitter, tot mijn verbazing in de kranten? Wat lees ik in de linkse kranten die dit beleid nu al aan het verdedigen zijn? Dat de Nederlanders oververzekerd zijn. Dus de oplossing voor de assurantietax van Samson 1 is dus dat we ons minder moeten verzekeren. Ja, voorzitter, in die oplossing geloof ik niet. Die assurantiebelasting moet gewoon niet op deze drastische wijze verhoogd worden. Dus of je nu door de kat of door de hond gebeten wordt, bloeden zul je uit je wonden. En de PvdA wilde ook geen sprintje trekken naar die 3%, maar rent nu zelfs Kunduz voorbij door vast te houden aan 2,7% tekort. Wij wisten al dat de heer Samson het braafste jongetje van Europa wilde zijn, maar deze actie maakt hem toch echt wel tot de grootste opportunist van Europa. En eerlijk is eerlijk, de VVD kan er natuurlijk ook wat van. De VVD ging de verkiezingen in met de slogan "Werkend Nederland verdient belastingverlaging", stond er toch echt. Maar wat krijgt werkend Nederland terug? Een verhoging.
Ik heb ze zojuist al opgesomd. De BTW, de IB-accijnsverhogingen, eigen risico, frisdrankbelasting, kolenbelasting en dan ook nog die assurantiebelasting van 21%. Nou, lekker bezig die VVD. Dus volgens mij was er toch een drukfout op die posters. Nederland verdient belastingverhoging. Dat is de enige conclusie die je kan trekken als we dit nu allemaal de revue zien passeren, voorzitter. De PVV heeft in haar verkiezingsprogramma laten zien hoe je de BTW zelfs kunt verlagen met 1% en tegelijkertijd toch het tekort kunt terugdringen. En het feit, ik had het er net in een 1-op-1 debatje met de heer Harbers over, dat we ons dan focussen op 2017, dan hoor ik wel eens het verwijt dat de PVV zou redeneren na ons komt de zonvloed. Maar eigenlijk zou ik dat verwijt toch willen teruggeven, voorzitter, aan partijen die vinden dat je moet letten op de periode na deze kabinetsperiode. Wie in Nederland kan zien en voorspellen à la Nostradamus hoe de economie er dan voor staat? Is China dan de baas? Gaat het dan economisch hier wel of niet weer goed? Zijn we inmiddels al een politieke unie, zoals we ongeveer de rest van de Kamer zou willen? Nou, dat zijn allemaal factoren die van invloed zullen zijn op hoe de Nederlandse economie zich ontwikkelt. Na 2017, daar kan niemand iets over voorspellen. Dus 2017, voorzitter, vinden wij bij de PVV een prima horizon om ons op te oriënteren. En dan zult u zien dat ons tekort gigantisch is teruggedrongen. Nou, dus wij kiezen niet voor 10 miljard aan lastenverzwaring, maar we kiezen voor het snijden in de overheidsuitgaven. Dat is nu net het grote verschil. Het is de overheid, voorzitter, die in Nederland iedere dag bijna 50 miljoen te veel uitgeeft. Toch legt dit kabinet de rekening opnieuw praktisch helemaal bij de burger. En gaat zelf door met het over de balk smijten van heel veel geld. Voor de PVV is het onacceptabel. Voor ons een uitgangspunt om heel stevig oppositie te voeren. Want door slim te bezuinigen en lasten te verlichten, heeft de PVV als enige economische groei, creëert als enige 40.000 extra banen en geeft mensen ook nog eens meer geld in de portemonnee. Dus door de economie te stimuleren, hoeven we ook veel minder te bezuinigen om uiteindelijk het tekort terug te dringen tot bij de PVV 1,3% in 2017. Dus de PVV geeft de economie in Nederland een heel groot krat Red Bull in plaats van een pot met Siankali-pillen. Nou, zelfs toen meneer Teulings van het CPB en ook anderen bij het IMF en de OESO waarschuwden dat Nederland ten tijde van recessies niet extra moet bezuinigen en al helemaal niet de belastingen moet verhogen, dan gaat het kabinet dit toch doen. Dit verdiept dus de recessie met als gevolg een lager BBP, het vergroot de werkeloosheid en heeft slechts een zeer beperkt effect op het tekort. De ingeslagen weg vinden we daarom dom beleid, voorzitter. Waarom houdt deze demissionaire minister van Financiën hier aan vast, vraag ik hem dan nog maar eens. Nou, met de rug tegen de muur verzwaart deze minister de lasten met meer dan 10 miljard in één jaar, 2013. Daarbij verschuilt hij zich achter Brussel en Kunduz. Nou, dit kabinet maakt de economie meer kapot dan je lief is. En voor de PVV is dit niet de begaanbare weg. Ten slotte, voorzitter, dan maak ik de voorlopige balans op. En dat doe ik natuurlijk aan de hand, ik ben zelf fiscalist, aan de hand van de debetzijde en een creditzijde. Aan de debetzijde zien we de overheid met de VVD als volkspartij van verarming en debitering. En wie staat daar aan de rechterkant? Henk en Ingrid, want die mogen lappen, dat zijn de crediteuren. Ja, die balans, voorzitter, in tijden van historisch lage rente, die kan ik niet accepteren. Dus die voorlopige balans, die keur ik als accountant af en ik zet daar geen handtekening onder. Dank u zeer. Dank u wel.